No doubt Atlanta's top three receivers can play with the big boys. But the Falcons are trying to decide whether an undrafted free agent born in the Netherlands belongs on the field with them. Boise State wide receiver Geraldo Boldovan. The guy's nicknamed Amsterdam because that's where he's from. To give Geraldo Boldovan also the credit for a great block out there on the edge. Hell yeah, Dev. My homies back home be like, damn, my boy just blocked a touchdown for Devin Hester. Hell yeah. Mijn naam is Geraldo Boldovan. Ik kom uit Amsterdam en ik ben 31 jaar oud. Sport heeft altijd een groot verhaal gespeeld in mijn leven. Het begon allemaal toen ik 6 jaar oud was en meedeed aan de dansacademie Lucia Martas. Op mijn 13e ben ik geïntroduceerd aan American Football en begon ik aan het spelletje flag football. Al heel vroeg ben ik verliefd geraakt op het spelletje American Football. Het kwam mede door de teamgenoten waar ik mee zat en ook gewoon de successen die we samen hebben bereikt. We zijn keer op keer zijn we Nederlands kampioen geworden. Ik heb ook de gelegenheid gehad om het Nederlands team te vertegenwoordigen op Europese toernooien. Samen hebben we ook tegen de beste teams uit Europa mogen spelen en daar ook succes voor mogen boeken. En daarna kwam een vraag los bij ons en we vroegen ons altijd af van hoe zou het American Football eruit zien in Amerika, de mekka van American Football. Op 17-jarige leeftijd heb ik en 10 andere jongens uit Amsterdam hebben we samen besloten om een summercamp mee te maken in Amerika. Nou, dat hebben we vervolgens gedaan in Boise, Idaho. En dat kwam voornamelijk omdat wij bekend waren dat daar ook een Amsterdammer aanwezig was. En dat was Cedric Fabus. Dat heeft ons voornamelijk gemotiveerd om die stap te maken om naar Amerika toe te gaan en zo'n summercamp mee te maken. Ja, nu zijn we hier al in Amerika, in Boise, Idaho. Het einde is een summercamp, een voetbal summercamp. En dan waren er ongeveer iets van 300 of 400 andere spelers aanwezig. En toen zag ik gewoon hoeveel American Football betekent in Amerika. En daardoor werd ik zelf nog meer verliefd op het spelletje. De summercamp, dat was een 1-weekse camp. En ik heb er 4 weken gezeten. In de tussentijd ben ik heel Boise afgegaan. Letterlijk bijna elke high school nageweest. En gewoon even om op de deur te kloppen tijdens een training. En gewoon om aan te geven van ik en een groep jongens, we komen uit Amsterdam. En wij willen gewoon heel graag met jullie meetrainen. Mogen wij meedoen? En zo is het balletje gaan rollen. Zo zijn we ook toch wel wat populairder geworden in Boise. We stonden bekend als de jongens uit Amsterdam. En op dat moment waren mensen gewoon open om ons een kans te geven. Ja, tijdens mijn periode in Boise ben ik ook in aanraking gekomen met mijn gastfamilie. Mijn host family, de McMartins. Topfamilie. Die hebben mij een mogelijkheid gegeven, die hebben mij in huis genomen. En daardoor had ik ook de mogelijkheid gekregen om naar high school te gaan en mijn senior jaar van high school te finishen. En dat heb ik gedaan bij Capital High School in Boise, Idaho. En dat was een van de leukste jaren van mijn leven. Het deed me voornamelijk denken aan alle filmen die ik in het verleden heb gezien. Weet je wel, dat je zo'n high school omgeving hebt, dat je door de hal heen loopt met allemaal kluisjes. De voetbalteam, de voetbalwedstrijden op vrijdagavonden onder de Friday Night Lights. Ik bedoel, het was zo'n fantastische ervaring. Dat is iets wat ik nooit meer ga vergeten. Nou, op het moment dat high school begon, begon het balletje best wel snel voor mij te rollen. Het was volgens mij in mijn derde of vierde American voetbalwedstrijd voor Capital High School. Dat ik werd benaderd door een coach van Boise State. Heel kort daarna heb ik ook een scholarship aangeboden gekregen van Boise State. En dat was natuurlijk echt een topmoment voor mij. Ik wist niet precies wat mij overkomt, maar één ding was zeker is dat ik nog 4 of 5 jaar langer in Amerika zou blijven. In 2009 ging er een nieuw hoofdstuk voor mij open. Op dat moment was het mijn eerste jaar at Boise State. Ik zat niet meer met mijn gastfamilie.
Op dat moment zit je dan in een dorm met alle andere studenten on campus in Boise State. Heb ik veel zaken geleerd. En voornamelijk hoe ik de beste versie van mezelf kan zijn. Het was heel belangrijk om dag in dag uit aanwezig te zijn. Om de beste speler op het veld te proberen te zijn. Maar niet alleen op het veld, maar ook de beste student in de klasroom proberen te zijn. De beste oom, de beste broer die je kan zijn of wellicht de beste zoon. Dit zijn allerlei zaken die wij heel erg belangrijk vonden en dagelijks aan gingen werken. Moet je je voorstellen, als je dat doet met een team, het bestaat uit meer dan 100 spelers, ja, dan op dat moment ga je kampioenschapwedstrijden winnen. Mijn tijd bij Boise State heeft ontzettend veel voor mij betekend. Om te beginnen, de mogelijkheid te krijgen om in een stadion te spelen, gevuld met 40.000 plus man. Kampioenschapwedstrijden spelen in Las Vegas, in Hawaii. En dan uiteindelijk ook afstuderen met je business management degree. Ik denk kortom, dat is mijn mooiste tijd als ik terugdenk aan mijn sportcarrière. Na Boise State kwam mijn tijd in de NFL. Iets waar ik voorheen niet echt over durfde te dromen, maar uiteindelijk toch heb mogen waarmaken. Vanuit Boise ben ik terechtgekomen bij de Atlanta Falcons en heb ik voor de Falcons mogen spelen als receiver. Na het moment dat ik erachter kwam dat ik naar de Atlanta Falcons zou gaan, was eigenlijk vlak na de draft, of maar moet ik zeggen, was nog tijdens de vijfde of de zesde ronde van de draft. En het was echt een toptijd, topperiode. Ik heb daar in de tijd met Julio Jones samen mogen spelen, Roddy White, Harry Douglas en Devin Hester. Nou, het zijn vier receivernamen die, als je een receiver bent, dan ken je deze namen wel. En uiteindelijk was Matt Ryan ook nog eens mijn quarterback. Dus ik bedoel, ik had niet veel te klagen bij de Falcons. Ik heb veel mogen leren. Met een uitstekende quarterback gespeeld. En dat zijn gewoon momenten die ik nooit meer ga vergeten. Het feit dat American football een blessuregevoelige sport is. Een ongelukje die schuilt in een klein hoekje. En blessures die gebeuren gewoon 100% van de tijd. Dus helaas, mijn tijd in Atlanta die is iets eerder stopgezet vanwege een hamstringblessure. Maar daar kwam ook wel een mooie tijd achter, want dan was het moment dat ik geïntroduceerd werd aan de Canadian Football League. Heel kort na mijn tijd in Atlanta ben ik gebeld door Wally Bruno, de GM en owner van de BC Lions in Canada, in Vancouver, Canada. En die wou mij graag in het team hebben. Dus ik had besloten om voor de BC Lions te tekenen. Ik ben verhuisd naar Canada toe en heb daar vervolgens de volgende twee seizoenen gespeeld. Na twee seizoenen gespeeld te hebben in de CFL, werd het voor mij tijd om terug te keren naar Nederland. Op dit moment heb ik ook wat aantal mijlen op mijn benen gezet, gelopen. En was mijn lichaam ook niet meer helemaal intact. Dus ik ben in december 2016, januari 2017, ben ik teruggekomen naar Nederland. Heb ik wat operaties gehad. Maar daar ging ook het een en ander door mijn hoofd heen. Want dan begin je te denken aan hoe ziet het eruit. Life after sport, life after football. Ja, dat is wel een interessante periode, moet ik zeggen. Hier in deze periode heb ik ook mezelf nog beter leren kennen. Niet alleen als een atleet, maar ook als iemand die in de commerciële wereld terechtkomt. Er zitten ups en downs. En ik denk dat dit zaken zijn die veel atleten mee zullen maken. En dan heb je een cv, een sport-cv die veel groter is dan je commerciële ervaring. En dan krijg je heel vaak de vraag van mensen of je niet liever een gymdocent wil zijn. Of iets terug wil doen in sport, terwijl jij hard op zoek bent naar een nieuwe baan. Na een anderhalf jaar in een salesomgeving gewerkt te hebben, ben ik in contact gekomen met Slam Stocks.
En heb ik nu ook de mogelijkheid gekregen om andere atleten, net als ik zelf, te helpen om een droom waar te maken in Amerika. Ja, we hebben een aantal keer over gezeten. Ik was super enthousiast. Slamstocks, Pedro ook super enthousiast. En nu zijn we tot een samenwerking gekomen en kijk ik er volledig naar uit om Slamstocks te joinen.